Vandaag voor de derde keer Wibo aanwezig bij het Pinkstertoernooi op de banen. Alle banen, want ook op de achtergrond bij ons hebben we nog een aantal banen van het Wezepse tennisvereniging, de tennisclub, de WTC. Vandaag een unieke dag. Punt 1, in de derde keer van de historie van het toernooi, een bewolkte dag. Ja, dat is voor ons nieuw. Normaal gesproken hebben wij heel goed weer. Maar de verwachting is ook dat het morgen en overmorgen dat we weer naar ouderwets warme temperaturen toe gaan. De derde keer in successie? Ja, het is een geweldig succesvol toernooi. We hebben al anderhalve maand geleden hebben we de sluiting moeten aankondigen en de spelers konden er gewoon niet meer bij. Moeten aankondigen? Ja, dat kon niet meer. Er kon niks meer bij. Ik hoor dat er nog meer tennisbanen moeten komen. Gemeente opletten. Ja, nou ja, kijk, voor het aantal leden dat we hier hebben, hebben wij op dit moment voldoende banen. We hebben 340 leden en daar kunnen er nog echt wel een hele hoop bij. Maar we zijn gewoon ook een vereniging die het heel leuk vindt om goede en gezellige toernooien te organiseren. En daar komen heel veel mensen op af. Jullie hebben ons vandaag ook gevraagd om even langs te komen. Er waren wat uitreikingen en voor jullie dan weer innames, maar ook onthullingen. Ja, de onthulling was dus dat wij twee hele mooie speeltoestellen hebben kunnen realiseren voor de jeugd. En dat is eigenlijk ook een beetje ontstaan uit dit toernooi, waar de toernooiorganisatie hele leuke dingen voor de kinderen organiseren. En we zagen dan ook dat de families hier het hele weekend bleven. Gewoon op het park, gezellig een hapje eten ook 's avonds. De kinderen hebben het heel erg naar hun zin. En dat was ook het idee van jongens, we moeten wat voor de kinderen organiseren, zodat hier ook vaste speeltoestellen zijn. Dat was het begin van het idee. De mogelijkheid is ook om te kunnen kamperen tijdens het hele weekend? Ja, dat is ook nieuw. Vorig jaar stonden er 1 of 2 tentjes, maar nu zijn er inmiddels al 17 tennissen die hier vannacht hebben overnacht. En ze hadden het wel erg koud, moet ik zeggen. Ik heb het op Twitter gelezen en ik heb ze een succes gewenst met deze temperaturen. Ja, ja, ze hadden gisteravond het wel erg koud. Ja. Ze hebben gelukkig nog even een borrel kunnen drinken om het wat warmer te houden. Maar ja, het was vanochtend wel koud voor ze. Ze moesten er vandaag vroeg uit, denk ik, want er was weer genoeg te doen vandaag. Hoe laat begint zo'n toernooi en tot laat gaan jullie door? Want ik heb voor vanavond ook alweer het een en ander aangekondigd gezien. Ja, ik geloof dat er 177 wedstrijden moeten worden gespeeld. Dus vanochtend begonnen we om 9 uur met de eerste wedstrijden en om 8 uur zaten ze hier al aan het ontbijt. 8 uur zaten ze aan het ontbijt? Dat is even afzien, denk ik. Ja, ik denk voor die mensen wel zeker, want ik gehoord heb dat er gisteravond nog best wel eventjes laat is doorgegaan. En vanavond wordt het weer zo? Ik denk dat het vanavond nog gezelliger gaat worden, want vanavond komt ook de Nassi en de Bami en alle ondernemers hebben hier in de buurt eten en drinken gebracht. Dus het wordt vanavond een heel gezellige boel. Wat heb je onthuld? We hebben vandaag een prachtige schommel en een leuk speeltoestel onthuld voor de jeugd. En samen met de wethouder van sport, Carlo van Dijk, die hier aanwezig was, hebben we ook de vrijwilligers die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt, hebben we ze even goed in de bloemetjes gezet. Noem ze eens. Dat zijn Monique Goudbeek, Gelof Reuvers en Mattie van der Graaf. Die hebben het echt getrokken en mogelijk gemaakt dat we hier fantastische speeltoestellen hebben. Waarom? Waarom zijn deze speeltoestellen? Want is dat een hint voor de jeugd om eens wat meer naar de tennisvereniging toe te komen? Of eigenlijk gewoon ter vermaak? Het is ter vermaak, maar we zien ook inderdaad dat het voor families heel erg leuk is. Dat vader en moeder die komen hier tennissen en dat de kinderen ook even naar de zin hebben. Dus dat gaat heel goed samen. Tennis is echt een familiesport, zeker de laatste tijd geworden. We zien dat kinderen beginnen met tennis en ouders die zien hoe plezierig de kinderen dat hebben. En die nemen dan zelf ook een aantal lessen en vinden het allemaal erg gezellig en leuk om hier lekker bezig te zijn met z'n allen. WTC zet gezellig op de kaart. We zetten onszelf goed op de kaart. We hebben het goed voor elkaar. Moet WTC zich nog op de kaart zetten of is WTC al een dusdanig groot iets op de kaart dat eigenlijk al iedereen al kent? Nou, dit soort toernooien helpt er natuurlijk wel aan mee om onszelf een beetje op de kaart te zetten. En het is ook nodig, want de tennissport in het algemeen gaat het eigenlijk niet zo goed mee. We krijgen ook van de Kamer te beter horen dat de tennisverenigingen eigenlijk veel te gesloten zijn. Het zijn gesloten parken, hekken eromheen, bossages eromheen. Zijn ze er niet geweest? Nee, nou ja, wij hebben hier ook bossages om ons park heen staan. Maar we proberen wel onze deuren zoveel mogelijk open te zetten. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de zomervakantie. Dan komt hier ook bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang, die komt hier ook naartoe. Nou, dat soort dingen proberen we toch ook te laten zien dat de tennisvereniging geen gesloten of elitaire club is. We zijn gewoon voor alles en iedereen zijn we hier geopend. Zou je nou elitair? Ja, tennis heeft soms nog wel de naam om elitair te zijn, maar dat is al lang niet meer zo. Nee, dat is er al helemaal af?
Ja, het is gewoon een gezellige club. En voor iedereen is hier wat te doen. We hebben ook een hele grote groep senioren. En dan noem ik echt senioren. Dus de 60, 65 plus, 70 plus. We hebben hier zelfs mensen die zijn 85 en die huppelen hier nog over de baan. Het is geweldig. Een vereniging wat bloeit, maar ook door blijft bloeien en ook alles zal blijven bestaan, denk ik. Want dit gaat volgens mij nooit kapot, zoals we zeggen. Nou, je bent wel enorm afhankelijk van de vrijwilligers. Maar de vrijwilligers, dat zijn wij ook zelf. En als je met elkaar dat gevonden hebt, je denkt bij jezelf van oké, we zijn een leuke gemeenschap en we kunnen het voor elkaar organiseren. En ook voor onze mensen in de omgeving, ja, dan bloeit het. En ik denk dat WTC op dit moment zeker aan het bloeien is. Dankjewel voor je bijdrage. Succes gewenst en hopen dat het een goede toekomst gaat worden voor WTC in Wezep. Die te vinden is aan de Heikamp nummer 4, heb ik gelezen, in Wezep. Dankjewel, Wibo. Dankjewel.